Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PA00 Nieuws. In deze wekelijkse uitzending beginnen we met de 5 meest recente Nederlandstalige afleveringen van de Daily Minutes, zoals uitgezonden via PI2NOS. Vervolgens komt de Amateur Radio Newsline met de datum van deze vrijdag met wereldwijd nieuws over onze hobby in het Engels. Aan het eind van de uitzending zenden we de Deutschlandrundspruch uit, het landelijk nieuws van die week van de Duitse amateurvereniging DARC. Deze bijdrage is in het Duits. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1389 met een uitzending voor vandaag 20 augustus 2018. Dit is bulletin van maandag. Use it or lose it. Als je de banden niet gebruikt, dan raak je ze kwijt, domme zendamateurs. Eigen schuld, dikke bult. Ja, gisteren geen uitzending. Ik dacht dat ik een opkomende hoofdpijnaanval had, maar misschien was het wel wat anders, want ik ben ook schor. Maar er kwam nog bij dat ik gisteren grote pannen met mijn computer had. En doordat ik me niet lekker voelde, was ik niet in staat om de computer zo ver te herstellen dat ik een Daily Minutes kon maken. En toen heb ik het maar voorbij laten gaan. De data vandaag is 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. En tegelijkertijd veldhel op 500 Hz. Maar het is maar één woord in die twee seconden. 8 PSK 1000 bij 1800 Hz en veldhel bij 500 Hz. Ja, plotseling was vorige week de serie over de historiebel bij deel 72 afgelopen. Ik begin met een al aangekondigde andere serie. Dat is een herhaling uit wat eerdere jaren van de Daily Minutes. De geluidskwaliteit is daardoor mogelijk niet helemaal optimaal. Een korte serie over antennes is dit. Ja, een nieuwe serie over antennes. Ik heb al eerder zo'n serie gedaan in de lange uitzending. Maar ik begin nu met een nieuwe serie en op een andere manier. Ik weet niet of dat de hele serie overeind blijft, maar ik wil me vooral richten op twee dingen. Het moet niet te abstract worden, het is niet te technisch en het moet mensen op ideeën brengen om zelf met antennes te gaan knutselen. Verder wil ik het begrip van antennes vergroten, maar ik hoop dat dat lukt. Zoals ik vorige week al zei, kun je bij antennes zonder al te veel kennis toch leuke resultaten boeken. Natuurlijk zijn er dingen waar je rekening mee moet houden en dingen die je absoluut niet moet doen. Ik zal tijdens deze serie vast wel eens een misser maken met iets. Ik hoop dat me dat dan wordt verteld, want daar wordt iedereen dus beter van. We beginnen met het doel van een antenne. Dat doel lijkt eenvoudig. Hij moet zoveel mogelijk uitstralen en ook zoveel mogelijk signalen ontvangen. Ik kan heel gemakkelijk uitleggen dat dat niet het hele verhaal is. Van een antenne die bijzonder veel van de toegevoerde energie uitstraalt in de richting van de bodem, wordt helemaal niemand blij. En nog erger is een ontvangstantenne die zoveel mogelijk van de signalen van de PLC-spulletjes van de buren opvangt, maar niet van de stations waar je naar wilt luisteren. Die nuancering gaat nog verder, want op VHF heb je in een gesprek met veel deelnemers gewoonlijk niet zoveel aan een richtantenne met heel veel versterking. Om iedereen te horen in zo'n groepsgesprek heb je veel meer aan een rondstraler, ook al zijn de signalen zwakker dan bij zo'n uitgerichte richtantenne. Ook op de lage korte golfbanden moet je keuzes maken. Als je in een van de vakantienetten wilt meedoen, heb je liever een antenne die goed werkt op de korte en middellange afstand. Wil je die X werken, dan ligt dat dus anders. Ja, ik moet verder nog vertellen dat ik een paar voorkeuren heb die waarschijnlijk niet door iedereen gedeeld worden. Ik ben vooral voor eenvoudige constructies. Ik heb een beetje een hekel aan balloons en ik kan dat ook wel uitleggen. Als je niet over de juiste meetapparatuur of meetopstellingen kunt beschikken, moet je niet aan ingewikkelde dingen beginnen. Ik heb vaak aan antennes gemeten en ik heb daarbij dingen gezien waarbij bijvoorbeeld veel kosten werden gemaakt voor een paar dB extra versterking. Maar door een meetfoutje, dat wil zeggen in millimeters, draaide de extra investering juist uit op verlies. Aan de hand van signalen op de band kun je de werking van een antenne absoluut niet beoordelen, omdat de signalen dan altijd iets variëren. En die variatie die kan ook makkelijk veel groter zijn dan een paar dB die het knutselen aan een antenne kan opleveren. En dus werk ik zelf het liefst met antennes zonder aanpasnetwerken op de antenne zelf. En ik gebruik vaak mantelstroomfilters en geen balloons. Verder probeer ik antennes zo te maken dat die vanzelf al een goede aanpassing geven, zodat een gamma match of een bazooka dus niet nodig is. Gelukkig mag iedereen zelf weten hoe hij dat doet. De weg die ik op antennegebied soms dus aangeef is meestal niet de enige weg. Bij antennes met name voor HF ligt ook lang niet alles zwart-wit. Bij VHF is dat wat makkelijker te bepalen. Maar je hebt te maken met verschillende omstandigheden die een antenne sterk beïnvloeden. Verder zal een antenne op de ene band beter werken dan op een andere band. En in ons land, met weinig ruimte, is een antenne ook nog eens altijd een compromis dat niet altijd optimaal is, of eigenlijk meestal niet. We moeten roeien met de riemen die er zijn.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1390 met een uitzending voor vandaag 22 augustus 2018. Dit is het bulletin van woensdag. Ja, gisteren was er dus geen uitzending. Ik sliep. ik wil het er verder niet over hebben. Data is PSK 125 met 12 carriers bij 1700 hertz. PSK 125, 12 carriers, 1700 hertz. De data is vandaag maar 1 seconde lang. Ja, speciaal voor Edwin in Nijmegen hebben we vandaag weer een herhaling. Dat is deel 2 van de uitzending over antennes. Ik heb daarnaast deel 1 van nog een andere serie. En die gaat over techniek van repeaters. Deze serie is een herhaling van ruim een half jaar terug. Ja, vanavond is er weer de uitzending van Slow Scan Radio. Vanavond nagenoeg non-stop SSTV-plaatjes van een iets hogere resolutie. Onder andere schitterende foto's van een zendermuseum vlakbij Berlijn. Dat is allemaal te ontvangen op 60-70 kHz. 60-70 kHz in de 49 meter band. Vanaf 8:30 Nederlandse zomertijd vanavond. Slow Scan Radio. Deel 2 van onze serie over antennes gaat over de halve golfantenne. Of meer specifiek de dipool. Dat is tevens de meest voorkomende antennevorm. Een halve golf antenne is hoogohmig aan de uiteinden. In het midden is de impedantie laag, zo rond de 75 ohm. De stroom is het grootst waar de impedantie het laagst is, dus in het midden. En de spanning is het hoogst waar de impedantie het hoogst is, dus op de uiteinden. Het deel van de antenne waar de stroom het grootst is het belangrijkst voor de uitstraling. Dat is goed om te bedenken, want dat is bijvoorbeeld ook de reden dat het bij een inverted V niet uitmaakt dat de punten laag staan. Het stuk wat het toe doet is het midden met de grootste stroom en de laagste impedantie. En dat is bij een inverted V dus ook het hoogste punt. Een halve golf kun je ook op het uiteinde voeden. In dat geval is het volgens de definitie dus geen dipool meer. De high-end FET werkt op die manier. Vanwege de hoge impedantie op die uiteinde is er bij een high-end FET een aanpasnetwerk nodig. Voed je de antenne in het midden, dan komt de impedantie mooi uit voor het gebruik van coaxkabel. De meest gebruikte coax is tegenwoordig 50 ohm en dat geeft toch een misaanpassing van 1 op 1,5 met een dipool. Niet zo'n heel groot bezwaar, maar 1 op 1 is toch beter. Als je een dipool voor bijvoorbeeld 2 meter verticaal in een mast wilt plaatsen, dan zit die coax dus lelijk in de weg. Je kunt de onderste helft van een dipool echter ook uitvoeren als een soort opwaaiend rokje. Of zoals het in de praktijk vaak gebeurt, in de vorm van een paar radialen die schuin naar beneden staan in de vorm van zo'n rokje. Zo'n antenne wordt dus een GP genoemd, een ground plane antenne. Je kunt de radialen overigens ook horizontaal plaatsen. Dan lijkt de antenne op een kwartgolf op een aardvlak. Maar voor de impedantie kunnen ze beter schuin omlaag staan, want dan is de antenne 1 op 1. Zo'n ground plane die lost twee dingen op, namelijk de coax gaat mooi recht naar beneden en de impedantie is keurig 50 ohm. En die kun je ook nog makkelijk variëren door de neergaande hoek van de radialen iets aan te passen. De twee opgeloste problemen komen wel weer met een nadeel. Waar een verticale dipool met een lobbe dus keurig richting horizon straalt, straalt de GP dus vooral schuin omhoog. Daardoor heeft hij minder versterking. Je kunt trouwens van een GP ook alle radialen op eentje na weglaten. Voor de impedantie maakt dat dus niet uit. Zo'n antenne heet een inverted V als je hem met het voeringspunt omhoog neerzet. Zoals je ziet, een dipool kent vele vormen. Een van die vormen wil ik daarbij niet onbenoemd voorbij laten gaan. Namelijk, als je de straler steeds dikker maakt, dan wordt zo'n straler ook breedbandiger. Hij werkt dus op meer frequenties. Wel verandert dan ook de resonantiefrequentie, waardoor hij korter gemaakt moet worden. Om hem bij die grotere dikte dus nog in de juiste band te laten werken. Als je dus begint met een GP en je maakt die straler telkens dikker, dan kun je daarmee zo ver doorgaan totdat die straler alleen nog een soort pannenkoek is, een schijf. Je hebt dan een zeer breedbandige antenne die ondanks de horizontale schijf als straler dus nog steeds verticaal gepolariseerd uitstraalt. Zo'n antenne is dus de discoon. Alleen bij een discoon bestaat bij de meeste discoons de straler niet uit een horizontale schijf, maar uit een aantal horizontale radialen. Maar dat is in feite voor de goede werking zo goed als hetzelfde. Ik begin vandaag met een nieuwe serie over een technisch onderwerp over onze hobby waar we bij de opleiding voor het examen nagenoeg niets over te horen krijgen. Repeatertechniek.
In welke opzichten wijkt repeaterapparatuur af van een reguliere amateurapparaten? En welke extra dingen heb je nodig? Hoe zit dat met repeatercontrollers, duplexers en andere speciale apparatuur? Ik stop overigens niet met de serie over geheime elektronica. Het is daar echter zo dat ik me daarbij wat meer op de technische zaken wil concentreren. Dat lukt momenteel niet helemaal. Het zoeken naar die technische onderwerpen kost meer tijd. En het lukt me daardoor niet meer om er iedere dag een nieuwe aflevering voor te maken. Ik ga de afleveringen uit deze nieuwe serie dus waarschijnlijk afwisselend met die over geheime elektronica brengen. Deel 1 van de serie over repeatertechniek dus. Een van de belangrijke verschillen tussen een repeater en dan met name de zenders daaruit en reguliere amateurapparatuur is de zogenaamde duty cycle. Een zendontvanger voor regulier gebruik zal niet altijd op zender staan. Natuurlijk zijn er wel wat verschillen. Een zender thuis zal vast wel wat langer achter elkaar zenden dan een mobiel apparaat, zeker als er een tafelmicrofoon aanhangt. En zeker bij een portofoon zal die veel korter uitzenden, want je wilt doorgaans niet dat je al na 2 lange doorgangen zonder stroom komt te zitten, tenzij je een rugzak vol met accu's bij je hebt. De warmtehuishouding van een regulier amateurapparaat is doorgaans gemaakt voor een duty cycle van ongeveer 20%. Dat wil zeggen dat er vanuit gegaan wordt dat de zender gemiddeld 20% van de tijd aan kan staan. Dat betekent dus dat wanneer je langer achter elkaar wilt zenden, dat je je zendvermogen zult moeten verlagen om oververhitting te voorkomen. Bakenzenders staan doorgaans 100% van de tijd in de lucht. Bij een repeater zal dat in de praktijk nooit helemaal zo zijn, maar een drukke repeater kan zomaar 12 tot 18 uur per dag in de lucht staan en je moet uitgaan van het ongunstigste geval. De zender kan bijvoorbeeld bij calamiteiten wel 100% van de tijd aan moeten staan. Dat het fout kan gaan kun je zien aan de problemen die meerdere System Fusion repeaters de afgelopen paar jaar hebben ondervonden. Fabrikanten van repeaters gebruiken voor hun repeaters tegenwoordig vaak mobiele apparaten die ze toch al verkopen. Dat zijn dus apparaten die eigenlijk berekend zijn op slechts 20% van de tijd zenden. Meestal wordt dan een combinatie van een lager zendvermogen en extra koeling gebruikt. Het blijkt dus niet in alle gevallen voldoende te zijn. Een artikel hierover kun je bijvoorbeeld lezen op www.hobbyscoop.nl. Een zender kan dus wel degelijk ongeschikt zijn voor 100% duty cycle. Sommige constructies, contactvlakken, warmtegeleiding en afvoer zijn gewoon niet voldoende om zelfs de ruststroom van een eindtrap bij een lager zendvermogen gedurende 100% van de tijd te ondersteunen. Ik heb een keer getest met een zendontvanger voor 10 meter. Die zou 5 watt moeten leveren voor die toepassing en in zijn originele vorm leverde hij 35 watt. En er zat een koelplaat op met grote vinnen. Ik dacht dus, dat moet makkelijk kunnen. En als het toch te warm wordt, zet ik er wel een blowertje op. Op een dummy load heb ik zo een aantal testen gedaan en dat leek goed te gaan. Maar mijn neus gaf aan dat het toch leek alsof er ergens iets vrij warm werd. Voor de zekerheid de kast dus maar even opengeschroefd. En toen was de lucht van oververhitting des te duidelijker. Het bleek dat de drijver van de eindtrap, dat wil dus zeggen de transistor die net voor de laatste transistor zit, een stukje van de koelplaat verwijderd op de print zat, met alleen een klein stukje koelmetaal erop. Die drijver werd na een paar minuten meer dan gloeiend heet. Daarmee maakte het niet veel uit of de zender nu op hoog of op laag vermogen werkte. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Use it or lose it. Als je de banden niet gebruikt, dan raak je ze kwijt, domme zendamateurs. Eigen schuld, dikke bult. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1391 met een uitzending voor vandaag, 23 augustus 2018. Dit is het bulletin van donderdag. De data is vandaag TOR 100 bij 1500 hertz. TOR 100 bij 1500 hertz. Het volgende is een artikel dat op de site van de Belgische amateurvereniging UBA staat. België is grotendeels katholiek, vandaar dat men zich er meer met heiligen bezighoudt dan een groot deel van Nederland doet. Zelfs wie niet gelovig is, herdenkt en viert patroonheiligen, zo begint het. Denken we maar aan Sint Niklaas voor de kinderen, Sint Barbara voor mijnwerkers en brandweer en Sint Eloy voor metaalbewerkers. Voor de radioamateurs en voor journalisten is er sinds 1982 ook een patroonheilige, Maximiliaan Kolbe. Notabene, ik heb aan deze beschermheilige in de serie over historie ook al eens aandacht besteed. Deze katholieke Poolse priester werd geboren op 8 januari 1894 en richtte in de 30e jaren van de vorige eeuw in het Poolse Nipokalanov, zo'n 40 kilometer ten westen van Warschau, een radiostation op en was radioamateur met als roepletters SP3RN. Kolbe dwarsboomde na de inval van de nazi's in Polen op 1 september 1939 in de buurt van Gdansk met alle mogelijke middelen de nazi's.
Als militante anti-nazi werd hij in februari 1941 door de Gestapo gevangen genomen en opgesloten in het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Een ontsnappingspoging van een gevangene werd in die tijd door de nazi's bestraft met de ter dood veroordeling van 10 andere gevangenen, die alle de hongersdood moesten sterven. Een vader van 2 jonge kinderen smeekte om in leven te blijven, waarna priester Maximilian Kolbe zich aanbood om de plaats van die man in te nemen. Na 3 weken zonder eten of drinken waren van de 10 nog 4 uitgemergelde gevangenen in leven, waaronder Maximilian Kolbe. Op 14 augustus 1941 werd aan die 4 gevangenen, waaronder Kolbe, een dodelijke injectie toegediend. Zoals de lichamen van de honderdduizenden omgebrachte gevangenen werd ook zijn lichaam op 15 augustus verast in de ovens van Auschwitz-Birkenau. En dan komen we nu aan bij deel 3 van de serie over antennes. Toen ik net amateur was, dacht ik dat een antenne met versterking ook echt meer versterking gaf. Dat wil niet zeggen dat ik dacht dat zo'n antenne hetzelfde deed als een lineaire versterker, maar wel dat de ene antenne minder verlies gaf dan de andere. Die verliezen zijn er soms wel, met name als je een antenne kleiner maakt dan die eigenlijk moet zijn en dat met spoelen doet, dan kan er een deel van je zendvermogen in die spoelen gaan zitten. In de meeste gevallen is dit echter niet zo. Verlies ontstaat vooral als het zendvermogen de verkeerde kant uitgaat. Als het signaal naar boven de ruimte ingaat, dan ben je dat natuurlijk kwijt, tenzij je het ISS of een satelliet wilt bereiken. Gaat het zendvermogen naar beneden, dan is er een kans dat een deel daarvan in de vorm van warmte in de aarde verdwijnt. Vaak zal ook een deel van het signaal dan weer naar boven worden gereflecteerd, maar in een aantal gevallen toch ook op een manier dat je er niets aan hebt. En dat terwijl je toch vooral wilt dat zoveel mogelijk van je zendvermogen terechtkomt bij het station waar je tegen praat. Ik stipte in deel 1 en 2 al even aan dat het nog niet zo eenvoudig is om te bepalen wat een optimale antenne is. En ook de toepassing verschilt. Op de korte golf kan het zijn dat je in de X geïnteresseerd bent of juist meer in gesprekken in of net buiten Nederland en dat je dus liever een zogenaamde NVIS antenne gebruikt. Op VHF en hoger speelt iets vergelijkbaars. Voor een gesprek tussen meerdere mensen of een ronde zul je eerder voor een rondstraler kiezen dan voor een beam. Tenzij je aan de randen van het gebied zit waar zo'n ronde in wordt gehouden. Versterking van een antenne is niets anders dan bundeling van het signaal, zoals bijvoorbeeld bij de reflector van een zaklantaarn. Aan een signaal dat de verkeerde kant uitgaat, heb je nu eenmaal niets en een richtantenne, zeker de wat grotere, die richten dus in hoge mate. Je kunt signaal in verticale zin bundelen, daarmee zorg je voor dat zo weinig mogelijk signaal naar de grond gaat en de lucht in. Daarnaast kun je ook, zeg maar, in de breedte het signaal beter uitrichten. Dan krijgt niet de amateur voor wie het signaal niet bedoeld is het vermogen voor zijn kop. Een rondstraler bundelt niet in horizontale zin. Een rondstraler met enige versterking bundelt het signaal wel in verticale zin. Zo'n antenne straalt in alle windrichtingen, maar veel minder omlaag en omhoog. En door het signaal niet naar boven of naar beneden te sturen, gaat er dus meer signaal naar het tegenstation, in welke richting zich dat ook bevindt. Vrijwel alle antennes die voor zenden werken, doen het ook bij ontvangst. Een voordeel dat je dus door de versterking aan de zendkant hebt, dat heb je ook wanneer je op ontvangen staat. Dat is meteen een groot voordeel van een betere antenne ten opzichte van een groter zendvermogen. Het werkt namelijk in beide richtingen. Ja, vervolgens deel 2 van de serie over repeatertechniek. Het grootste probleem bij veel repeaters is hoe je de oversturing van de ontvanger door de eigen zender de baas wordt. Daarbij spelen doorgaans 2 problemen. Aan de ene kant is het signaal van de zender zodanig sterk dat de ontvanger blokkeert en daardoor niets meer ontvangt. Het tweede probleem is dat zenders vaak een hoeveelheid achtergrondruis produceren, zeker nabij de zendfrequentie. Die ruis drukt dan de ontvangst weg. Er zijn repeaters waarbij deze problemen niet of nauwelijks spelen. Voor 10 meter repeaters worden filters voor gebruik op één antenne van zowel zender als ontvanger, zeker bij de gebruikte shift, onpraktisch groot. Bij 10 meter repeaters staan daardoor de zenders en de ontvangers dus vaak een eind uit elkaar, dikwijls kilometers. Bij zo'n opstelling is de afstand tussen de zender en de ontvanger zo groot dat je geen last hebt van ruis of oversturing. Lekker makkelijk. Repeaters voor tetra hebben in de meeste gevallen ook geen filter nodig. Dat is omdat het systeem met tijdslots werkt. Op het moment dat de zender in de lucht is, staat de ontvanger tijdelijk uit. En als de ontvanger aanstaat, is de zender uit. En die veroorzaakt zo geen problemen. Verder is naarmate de shift groter is, het probleem veel kleiner. In de mobielefoonband op VHF wordt vaak een shift van 4 of 5 MHz gebruikt. De 2 meter band is voor zo'n shift gewoon te klein. Maar de problemen zijn ook dan een heel stuk minder groot. Crossband repeaters, dat wil zeggen repeaters die relayeren tussen 2 banden, hebben meestal geen extra filters nodig. Er zijn diverse zendontvangers die als crossband repeater kunnen werken, ook al zijn zenderontvanger op dezelfde antenne aangesloten. Je zou kunnen zeggen bij een repeater tussen 2 meter en 70 centimeter is de repeater shift krap 290 MHz groot. Dat is zo groot dat er nauwelijks problemen zijn.
Er speelt bij dat soort crossbandrepeaters wel een ander probleem. Als de zender van een crossbandrepeater op 2 meter zendt, mag de ontvangstfrequentie op 70 centimeter niet te dicht in de buurt van de derde harmonische werker van die 2 meter zender. Anders ontstaan dezelfde problemen of erger. En de zaak kan dan door terugkoppeling van uitgang naar ingang bijvoorbeeld zelfs gaan rondzingen. Je kunt de repeater overigens laten werken op 2 antennes. Je kunt de ene antenne in het dip van de andere opstellen. Rondstralers stralen vaak niet recht omhoog en zo heb je daardoor ook wel enige onderdrukking. Dergelijke repeaters op 2 meter en 70 centimeter werken vaak niet erg betrouwbaar. Dikwijls als er een verandering is in de omgeving, met name met metalen objecten, kan het al een reden zijn waarom het ineens niet meer werkt. Je kunt deze situatie verbeteren door extra verzwakking van het zendsignaal te creëren, doordat deze de ontvanger dan niet meer dichtdrukt. Dit kan door een zeer scherp filter voor de ontvanger te plaatsen. Dat moet tegelijkertijd echter wel een filter zijn dat de ontvangersignalen niet te veel onderdrukt. Een lage doorlaatdemping dus. Veel repeaterbeheerders kiezen ervoor om de zender en de ontvanger op dezelfde antenne aan te sluiten. Dat is in zekere zin een technisch hoogstandje, maar het voordeel zou zijn dat het stralingsdiagram voor zender en ontvanger helemaal gelijk is. Dat is echter maar ten dele waar. Door reflecties kan het stralingsdiagram van een antenne op 2 meter bijvoorbeeld aanmerkelijk veranderen als je slechts 25 kHz van frequentie verandert. Bij 600 kHz zijn die verschillen nog groter. Met name de dippen in de ontvangst en ook bij zender die zitten op een andere frequentie op heel andere plekken. Wel is het zo dat het stralingsdiagram voor zenden en ontvangen bij de zender en de ontvanger op 1 antenne gegarandeerd meer gelijk is dan bij gebruik van 2 antennes. In het volgende deel van deze serie gaan we in op hoe het signaal van zender en ontvanger op dezelfde antenne aangesloten wordt. Als je de coax-uitgang van een zender direct op die van de ontvanger aansluit, dan kun je er redelijk zeker van zijn dat een flink deel van de ontvanger dit niet overleeft. Er zijn dus drastische maatregelen nodig. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scoop Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1392 met een uitzending voor vandaag 24 augustus 2018. Nee, ik ben niet best bij stem. Dit is het bulletin van vrijdag. De data, dat is vandaag de vertrouwde en supersnelle 8 PSK1000 bij 1800 Hz. 8 PSK1000, 2 seconden lang na de gesproken roepnaam aan het eind van de uitzending. Je kunt dit onder andere ontvangen met FL Digi. Vandaag weer een deel uit de serie over antennes en een deel over repeatertechniek. Allemaal techniek, waar hoor je dat tegenwoordig nog? Ik krijg momenteel een hoop positieve feedback op deze herhaalde series. Meer nog dan destijds bij de eerste uitzending. Dat betekent dat het een goed idee was om die deze zomer te herhalen. Als alles volgens plan gaat, begin ik binnenkort met 1 of 2 nieuwe series. Eentje waar al een aflevering van geweest is over bekende namen in de radiohistorie en de natuurkunde. Een andere serie gaat onder andere over een radiopiraat in Engeland. Die begon als een stel kwajongens die met een kinderwagen, met een zender en een accu ieder weekend naar een Londens park reden. De zender is nu alweer 1 jaar of 12 een populair en legaal commercieel station. Oh ja, denk vanavond om 10:30 nog even aan de lange uitzending van de Daily Minutes vanaf 22:30 op PI3 UTR en op fm.shorties.nl. Ja, en dan deel 4 van onze serie over antennes. Er zijn bij het ontvangen eigenlijk maar een paar dingen belangrijk. Of je een signaal hoort, hangt af van of het signaal sterker is dan de aanwezige ruis, dat wil zeggen in een gunstig geval, of sterker dan de aanwezige achtergrondstoring. Kun je die dingen beïnvloeden? Ja en nee. Allereerst wil ik wijzen op een nogal onzinnige parameter bij aanprijzingen van korte golfontvangers en van zendontvangers. Op VHF en hoger ligt dat anders, maar een gevoelige ontvanger is iets wat je op de korte golf nodig hebt bij een slechte antenne. Als je mobiel of draagbaar werkt, dan werk je met een matige antenne meestal en dan heb je wat aan gevoeligheid, als de uitstraling van je auto of de omgeving daar dat tenminste niet verpest. Op de meeste banden heb je dus meer aan een goed gedrag van je ontvanger bij sterke signalen. Maar hoe gevoeliger je ontvanger is, hoe slechter hij tegen sterke signalen kan. Dat geldt voor een slechte ontvanger, maar ook voor een heel goede. Zet er voldoende voorversterkers voor en hij gaat al op tilt van een QRP-signaal. Toch zie je fabrikanten telkens weer opscheppen over hoe gevoelig hun HF-apparatuur wel is. Ook al is dat een apparaat voor thuis, waar je meestal op zijn minst een heel redelijke antenne hebt. Gelukkig kun je de meeste ontvangers dan ook weer ongevoeliger maken door een verzwakker in te schakelen of door de eerste versterkertrap uit te schakelen. Niet al te veel op letten op die gevoeligheid bij de aankoop dus.
Goed, het gaat er dus om of je kunt beïnvloeden of een signaal al dan niet boven de ruis of de achtergrondstoring uit te krijgen is. Een eenvoudig te begrijpen manier om het signaal boven de ruis te tillen is door aan de zendkant het vermogen te vergroten. Zit het signaal 5 dB onder de ruis en vermenigvuldig je het zendvermogen met 10, dat wil zeggen er komt 10 dB bij, dan zit het signaal ineens 5 dB boven de ruis. Je ontvanger gevoeliger maken werkt niet, want als je de ruis die uit de antenne komt al hoort, en dat is zoals het moet, dan is je ontvanger al gevoelig genoeg. Aan de ontvangstkant kun je beter een betere antenne gebruiken. Eentje dus die door, zoals we de vorige keer hebben behandeld, een betere bundeling van het signaal, meer microvolts op de ingang geeft. Daardoor wordt het signaal echt sterker. Tenzij natuurlijk sprake is van achtergrondstoring die uit dezelfde richting als het signaal komt. Behalve versterking kun je je antenne ook hoger plaatsen. Of, als die er is, op een betere plek dan waar hij staat. Zodat er bijvoorbeeld op 70 centimeter niet meer een betonnen flat in de weg staat. De zendende kant kan overigens hetzelfde doen. Dus een antenne gebruiken met een beter richteffect en de antenne op een hogere, betere plaats zetten. Zo'n verandering werkt overigens ook als de zendkant op ontvangst gaat. En dat voordeel heeft een hoger zendvermogen, zoals we eerder ook al vaststelden, niet. Behalve dat we iets aan de antenne doen, kunnen we zonder een voorversterker ook al iets aan de signaalsterkte doen. Bijvoorbeeld de bandbreedte van de ontvanger verkleinen. Dat moet natuurlijk wel kunnen, want je wilt dat het hele ontvangstsignaal in het filter past. Want alles wat er niet in past, dat gaat verloren en daar wordt het signaal zeker niet harder van. Veel moderne FM-transceivers hebben twee filters. Daarmee kun je goed dit effect uitproberen. Zet je zo'n apparaat op narrow, dan gaat hij in veel gevallen veel te zacht moduleren. Maar als er ook een smal filter in zit, dan neemt wel de gevoeligheid van de ontvanger met bijna een S-punt toe als het apparaat op smal staat. Een repeater als PI2NOS moduleert zodanig dat hij meestal nog wel in het smalle filter past ook. Een mooie instelling zou dan ook zijn dat je de zender op wide zou kunnen zetten en tegelijkertijd de ontvanger op narrow. Met de meeste apparaten gaat dit niet. Het kan wel als je een zendontvanger hebt met twee ontvangers erin. Dan zit je de ene ontvanger op narrow en de andere op wide. Het exemplaar op wide, daar zit je het volume van dicht en die gebruik je om te zenden. Let op, want vaak heeft bij dit soort apparaten maar één van de twee ontvangers ook een narrow filter. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de FT8800 en de 8900 van Jesu. Terug naar de antenne kwestie. Er is namelijk nog een manier waarop je soms het signaal van een ontvangerstation kunt verbeteren. Als de oorzaak van het slechte signaal een stoorbron is, dan kun je je antenne bijvoorbeeld neerzetten op een plek waar je minder storing ontvangt. Ook kun je een afscherming in de richting van de stoorbron neerzetten of een antennetype gebruiken, zoals bijvoorbeeld een quad-antenne of nog beter een magnetische loop-antenne, die veel minder gevoelig zijn voor stoorsignalen. Deel 3 van de serie over repeatertechniek. Gisteren hebben we behandeld dat de meeste repeaterbeheerders voor een repeater graag dezelfde antenne voor zowel zender als ontvanger willen gebruiken. Om echter de zender en de ontvanger op dezelfde antenne aan te sluiten, zijn, zoals ik al beschreef, zware maatregelen nodig. De zender en de ontvanger met een T-stuk op dezelfde antenne aansluiten gaat dus niet werken. Niet alleen overstemmen het zendsignaal en de ruis die de zender afgeeft dan al het andere. Het signaal van de zender is op de ontvanger zo hard dat hij in veruit de meeste gevallen direct kapot gaat. Zelfs met twee antennes in de nabijheid van elkaar zal het signaal van de zender al vaak de ontvanger beïnvloeden. In veel gevallen wordt op die manier de ontvanger zelfs geheel dichtgedrukt. Dat kun je hooguit verbeteren door speciale maatregelen, bijvoorbeeld door de antenne van de ontvanger in een dip voor het zendsignaal te plaatsen. Om het in concrete getallen uit te drukken, bij een repeater met 10 watt op 2 meter is voor de meeste apparatuur een demping nodig tussen het signaal van de zender en de ontvanger van tussen de 80 en de 90 dB. Een dempingsfactor dus van 1 met 8 tot 9 nullen. Een duplexfilter zal hier dus minimaal aan moeten voldoen. Vergroot je het zendvermogen met 10 dB, van 10 naar 100 watt dus, dan moet het filter ook 10 dB meer dempen. Bij een reductie naar 1 watt is het omgekeerde het geval. Meest in gebruik in dit soort gevallen zijn zogenaamde cavity filters. Die bestaan uit stevig messing buismateriaal, dikke buizen met daarin een resonerende holte. Ik heb ook een ontwerp gezien met twee zinken emmers bovenop elkaar en dat zou ook goed werken. Maar dan wordt die wel groot. Aan de bovenkant zit dus vaak de mogelijkheid om de afzonderlijke cavities af te stemmen en dat is ook nodig. In de praktijk worden er meestal 3 tot 4 van die filterpotten tussen de zendlijn gezet en 3 tot 4 voor de ontvanger. Voor de hand liggend is om 3 of 4 van die filters op de ontvangstfrequentie af te stemmen en die andere 3 tot 4 op de zendfrequentie. Bij de coax van de antenne worden dan deze twee filters samengevoegd. Het zendsignaal vindt dus op zijn weg in totaal 6 tot 8 filterpotten voor het bij de ontvanger kan komen. De filterpotten worden zo scherp mogelijk op de respectievelijke zend- en ontvangstfrequenties afgeregeld. Dit is een manier waarop dit inderdaad kan werken.
Deze configuratie blijkt echter op de gewenste frequentie nogal veel demping te geven. Tussen de 2 en 4 dB zijn praktische waarden voor 2 meter voor die demping. Bij ontvangst is dat al veel, bij zenden is het ook heel veel. Bij 3 dB demping bijvoorbeeld, dat zit daar net tussenin, dan blijft de helft van het zendvermogen in het duplexfilter met de cavities achter. Dit wordt daar dan dus in warmte omgezet. Bij repeaters met veel zendvermogen zul je in zo'n geval het filter zelfs misschien moeten koelen. Om die reden wordt vaak een andere filterconfiguratie gebruikt. In cavities zitten 2 koppellusjes, één voor de ingang en eentje voor de uitgang, met aan elk meestal een coaxplug. Als je de in- en uitgang van zo'n cavity intern met elkaar verbindt, door middel van ofwel een kleine condensator of een spoel, dan gebeurt er iets bijzonders met de filterkarakteristiek van zo'n cavity. Er ontstaat in zo'n geval een scherpe notch met een punt waar één frequentie dus heel scherp wordt weggefilterd, met daarnaast een gedeelte dat een stuk minder demping geeft dan de configuratie met het doorlaatfilter. De notch wordt hierbij zo afgeregeld dat deze het zendsignaal uit de ontvanger houdt en zo ontstaat er toch een voldoende grote demping. Dit terwijl de doorlaatdemping op de zend- en ontvangstfrequentie dus heel veel kleiner is. Een praktische waarde van een filter als dit is bijvoorbeeld tussen de 0,1 en 0,3 dB demping. Dat is meer dan 10 maal zo goed als met de pure filtercombinatie. Overigens worden de duplexers in de vorm zonder de notch nog wel gebruikt. Dat is bijvoorbeeld op plaatsen waar heel veel zendapparatuur bij elkaar staat. De notchfilters filteren signalen ver naast de gebruikte frequentie veel minder goed weg dan de filtervariant. In zo'n geval neemt men dus genoegen met de veel hogere demping en verhoogt eventueel het zendvermogen om het verschil te compenseren. De op deze manier aan de ontvangstkant verloren gevoeligheid die kan echter niet worden gecompenseerd. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Use it or lose it. Als je de banden niet gebruikt, dan raak je ze kwijt, domme zendamateurs. Eigen schuld, dikke bult. En microfoon naar retour. Amateur Radio Newsline, report number 2130 with a release date of Friday, August 24th, 2018. To follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. The United Nations may be back on HF soon. A New Jersey amateur gets White House recognition. And our top story, deadly flooding in South India. All this and more as Amateur Radio Newsline Report 2130 comes your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's independent on-the-air news and bulletin service. Now, reporting from Bloomington, Indiana, here's Neil Rapp, WB9VPG. We begin this week with breaking news out of southern India, where amateur radio operators are part of the team responding to deadly flooding there. Here's Jeremy Boot, G4NJH. In the southern Indian state of Kerala, the region is reeling from what is being called the worst flooding in almost a century. As monsoon rains grew deadlier into mid-August, the state's health minister and the emergency service workers stepped up their efforts to bring people to safety. Hundreds were killed due to overflowing dams and more than 300,000 people had to be evacuated to relief camps. Meanwhile, amateur radio operators throughout the region began providing HF and VHF operations for local and more distant district offices, according to a report by emergency operator JU for U2JAU. A report in the Times of India said that in Kerala alone, an estimated 120 ham radio operators had been deployed to send messages of medical aid or to report the stranded. The ham control centre was overseen by Suwil Kumar, the IT head of Kerala's Energy Management Centre. They passed messages to assist senior district administrators for handling evacuations and getting provisions such as medicine, food and water to evacuees. State officials said relief camps at one point were housing in excess of 800,000 people and were struggling with sanitation and other issues. In one of the districts hardest hit by the deluge, 1,000 residents were feared stranded. As waters began to recede a few days later, some residents had been permitted to return home, but the crisis was expected to continue for some time to come. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH.
Time itself may seem to go on forever, but the U.S. government's budget for the fiscal year 2019 may actually be killing time, or at the very least, putting a vital timekeeper at a dead stop. For that report, we turn to the newest member of the Amateur Radio Newsline family, Dave Parks, WB8 ODF. If you've come to rely on the services of WWV and WWVH for time, frequency, and other calculations in your weather, marine, propagation, and related radio activities, you may already know that all of this is earmarked to come to an end in the coming year's proposed budget for the United States National Institute of Standards and Technology. Hams have been petitioning Congress to retain the funding for WWV, which received its call sign in 1919, assigned to the National Bureau of Standards. It's considered the oldest continuously operating radio station in the U.S. Likewise, WWVB, broadcasting from Fort Collins, Colorado, is also imperiled as its critical role in keeping tens of millions of radio-controlled clocks and other devices in sync, as it has since 1963. As reported by a number of news outlets, the petition has until September 15th to collect the needed 100,000 signatures. News sources have noted that defunding both stations would reduce the federal budget by $6.3 million, a very small fraction of the proposed $4.1 trillion budget. Amateur Radio Newsline is making available the link on our website, arnewsline.org, to the online petition for those hams that would like to make their views and voices heard. You'll find the link on the printed version of this script. For AR Newsline, I'm Dave Parks, WB8 ODF. The next big news to come out of the UN building in New York City might not be about an international crisis, but amateur radio, as we hear from Andy Morrison, K9AWM. The sounds of silence are about to end for 4U1 UN. This isn't just the amateur radio club of the UN, but a DXCC entity in its own right, and it's been off the air since 2015, transmitting only beacon signals. When the UN headquarters building in New York City was renovated, the new layout did not provide room for the club's station, which was formerly located on the 41st floor in the annex. Restoring a shack to the club has been buried in red tape. The club's president, James Sart, K2QI, told DXWorld.net, "The station 4U1 UN, which was formerly K2UN, is the 34th most wanted DX entity." Sart said that the club is looking to restore operations on the grounds of the UN. He told DXWatch.net, quote, that equipment was recently donated to the club that will get it back on the air, and that a transceiver, amplifier, and networking equipment are now in place. He said an antenna will be installed and tested perhaps later this month, and things are beginning to look optimistic. He told DXWorld.net, quote, "I promise that 4U1 UN will be back on the air soon," end quote. For Amateur Radio Newsline, I'm Andy Morrison, K9AWM. Further south in Texas, another station's about to get back on the air, a modest but enthusiastic contest station, as Jim Dameron, N8TMW, tells us. Say the words contest station, and the first thing that comes to mind is competition. But that's not necessarily all there is to it for contest station WR50. This small but devoted team of Texans is getting back in the contest game after a few years' hiatus, and it owes its comeback to another word, cooperation. It's that cooperative spirit that has kept this team a team while waiting for its comeback. It's very exciting. I mean, we've all been sitting around talking about it, and I'm an educator, so I have summers not completely off, but I have some time in the summers. And so last summer and this summer, I spent a lot of time just digging holes. That's Brent Scott, WR50. It's his call sign and his QTH, and those holes on his property that will provide the new home base for this mid-level station. Just got the tower bases set last week, and the hex beam is in the middle of the backyard. It's been constructed and tuned and ready to go, and so everybody's getting excited. Everybody in this case is that core group of fewer than a dozen local operators who are helping bring their modest but hard-working team station back to life. The team's contesting days faded away after Brent had to dismantle it and move to a new house.
The group, which is not a club but simply a group of radio enthusiasts, continued to spend time together doing SOTA activations, UHF-VHF events, public service, and of course Elmering youngsters, and even Olsters coming in later to the hobby. Now that the holes are getting dug and the concrete's been poured, the 50-foot hex beam, the inverted L, the Yaesu FTDX 1200, and the Flex 6400M will have a big job to do. We'll be doing a contest every weekend in November, starting with sweepstakes. Look for us in sweepstakes for sure. I can't wait to get back into it. I'm itching. November will be here before you know it for WR50, so welcome back, these comeback kids. For Amateur Radio Newsline, I'm Jim Dameron, N8TMW. Sometimes it takes a lifetime of work to receive presidential recognition, and One Ham in New Jersey has accomplished just that, as Kevin Trotman, N5PRE, tells us. A New Jersey amateur with more than half a century of volunteering with the U.S. Army's Military Auxiliary Radio System, or MARS, has been recognized with a Lifetime Achievement Award from President Donald Trump. Throughout his long service as a volunteer, Dave Popkin, W2CC/AAR2BU, has been an Elmer and a trainer, as well as net control for MARS radio nets in Region 2. Dave has also served as the New Jersey State Director for MARS. MARS Region 2 Director Carver Washburn, W2TFM/AAA2RD, said that Dave's volunteer time has included involvement with the HQ senior staff as well. His leadership extended into other areas of ham radio, including working as an FCC field inspector and ARRL official observer. He had been a leader in the New Jersey Phone Net and the Englewood Cliffs Amateur Radio Club's Operation on Field Day. Dave is also an ARRL Charter Life member. The president grants this prestigious civilian award to honor volunteers who have devoted more than 4,000 hours of service. The honor was established by President George W. Bush through an executive order. We at Newsline congratulate Dave for his lifetime of good work. For Amateur Radio Newsline, I'm Kevin Trotman, N5PRE. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the AH6LE repeater in Beaver Creek and Wilsonville, Oregon, on Sundays at 6 p.m. In Australia, hams are experimenting with a different way to keep in touch. Graham Kemp, VK4BB, has those details. Paging all Australian amateurs. Literally, a group of hams here in Australia is planning the rollout of an amateur paging network that will be linked across the internet and capable of sending messages via transmitters and hotspots around the country. The decentralized amateur paging network, as it will be known, will make use of two frequencies, 432.625, which is the same as a frequency used for a paging network in New Zealand, and 144.625 MHz. The system is based on a German application known as DAPNET, D-A-P-N-E-T. Participants must be licensed amateur radio operators. According to the organizer's Facebook page, there already are other amateur DAPNETs operating in Germany, the Netherlands, New Zealand, and Canada. This project is being called VKAPNET, and its Facebook page was established to solicit as many hams as possible to participate and share their expertise. The network of pager transmitters is designed to send messages that can be addressed directly to an amateur operator's call sign or transmit emergency and weather information based on regions. The system will make use of the standard asynchronous paging protocol known as POCSAG, which stands for Post Office Code Standardization Advisory Group. The Facebook page is a closed group known as VK APNET Paging, and interested hams should visit the page and ask for inclusion in the group. For Amateur Radio Newsline, I'm Graham Kemp, VK4BB. Illegal traffic on the bands is getting easier and easier to pinpoint. Jeremy Boot, G4NJH, has those details. The latest edition of the International Amateur Radio Union Monitoring System newsletter for Region 1 reports some encouraging news about tracking down intruders on the ham radio bands with more precision. Use of the Kiwi SDR system's online bearing feature has worked effectively in finding illegal traffic in recent weeks. It noted that intruders were located on 40 metres from Northern Ireland, where fishermen were using the frequency on a daily basis as though it were a telephone. Fishermen in Spain were found to be using 80 metres USB illegally
illegally with a voice scrambler. And the newsletter also noted that in Morocco, fishermen were using 40 meters USB and 10 megahertz USB regularly, both in the area of the Canary Islands and near Casablanca. They were heard discussing their daily schedule and making jokes about radio amateurs. The IARU also notes that reports of intruders on the bands can be reported on the Region 1 monitoring system logger by visiting their website. The website URL appears in the printed script of this week's newscast at arnewsline.org. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH. In the world of DX, you have a few more days to work special event station CY1R, which has been on the air for the month of August, celebrating two centuries of North America's oldest recording sporting event, the Royal St. John's Regatta in Canada. Be listening all bands on sideband, CW, RIDI, and FT8, QSL via VO1 IDX, OQRS, QRZ.com, and LOTW. We end this week's report by taking you to a very special event, Amateur Radio Newsline's presentation of its Young Ham of the Year Awards. This year's winner, Bryant Rascal, KG5HVO. Don Wilbanks, AE5DW, was there at the Huntsville ceremony along with myself and our supporters and presenters. Don? August 18th, 2018 marked the 25th anniversary of the Newsline Young Ham of the Year presentation at the Huntsville Ham Fest in Alabama. 25 years ago, in 1993, Kevin Boudreau, N5XMH, was presented as the 8th Young Ham recipient, and Huntsville has been home to the award ever since. The 2018 recipient, 14-year-old Bryant Rascal, KG5HVO, is an impressive young man. I'd like to introduce you to Bryant Rascal, KG5HVO. Now, I normally have some bullet points about our Young Ham of the Year. Normally, it's a page. I've got a page and a half for Bryant, and he's only been a ham for 3 years. Bryant's enthusiasm for amateur radio got another family member interested. His mother just got her ham license not too long ago, KG5TQO, who has probably the best phonetics. What's your mom's phonetics? The Queen Operator. And don't you forget it. His credentials are too numerous to mention here, so I invite you to listen to the entire unedited presentation as a Newsline extra on our website. Now let's hear from our presenters. Rich Moseson, W2VU, CQ Magazine editor, and member of the judging committee. I've got to say, I am completely blown away here, not only by your accomplishments, Bryant, but by the fact that you're not alone. When we started doing this, having really accomplished young hams was something unique, something different, something unusual. In this room today, we are surrounded by accomplished young hams. It's so wonderful, having been involved in youth recruitment for decades myself, to be standing up here and not saying, here's someone who is doing something uniquely different, but you're not alone, and that is fantastic, because that's what it's all about. Dale Scotty Scott, KF7MT from Yaesu, USA. I was sitting over there thinking back to the movie Wayne's World, where everybody sits there and goes, we're not worthy. This is a great gentleman. The other thing that's interesting, we always hear conversations of where's our hobby going? It's shows like these that are so interesting and fascinating to be a part of, because you see so many youth, young ladies, young men that show up, and they're going past technicians. They're becoming generals. They're becoming extras. I think our hobby's in pretty good hands at this time, and we have a very good representative here. Bob Heil, K9EID of Heil Sound. What's so great about this is I look around, we're watching him grow. I cannot tell you how pleased Sarah and I are to be a part of this every year. We've been in it. Bill Pasternak has been a friend of mine since 1958, and we always wanted to do more for ham radio. And when he started this, this is the epitome of what ham radio can be. Thanks very much. I'm so proud. So proud. Emmett Hohensee, W0QH of Radio Waves Antennas. Every year since we've started doing this, not 7 years now, I think, pretty much, I become more and more amazed at what the youth are doing. And a young man like Bryant is spending his time developing new things, doing things, organizing things, testing things, going beyond what we would even consider to be normal as far as, you know, what can I do with on 2 meters? What can I do on 440? What can I do on HF? Pushing the envelope. The one thing I can say now, never stop dreaming.
the thing that I'm really amazed at is he got hooked on ham through the scouting program. He's in the process of getting his eagle. I'm surrounded by eagles in my life, and people who are of the eagle nature are unique in character. Time now to hear from our 2018 young ham, Bryant Rascal, KG5HVO. I want you to notice how he thanks others and always puts them before him. His humility is genuine and comes from the heart. A great reflection on his parents and family. I am ecstatic to receive this award. It is truly just a reflection on the great work and mentorship that my great Elmers have invested in me and many others. Without their help and guidance, myself and many others would have not had so many unique opportunities in amateur radio. I would specifically like to thank Chuck, NO5W, John, KC5KWZ, Dallas, K1DW, Ted, KN5O, and Jerry, N5GKJ, and even you, Don, for all their help and guidance. I look forward to continuing this journey of amateur radio and learning a lot more than what I do right now. So, thank you. We were thrilled to share the stage with our 2011 recipient, Caitlin Cole, KS3P, the Alabama Section Youth Coordinator, as she handed off that position to Warren Whitby, W4RRN, the 2018 Alabama Section Outstanding Youth Ham of the Year, who received that honor alongside our own Young Ham of the Year. Bill Pasternak's passion was youth and amateur radio and education. We're keeping his legacy alive with the Bill Pasternak WA6ITF Amateur Radio Newsline Young Ham of the Year. Again, the entire ceremony is up on our extra page at arnewsline.org. Congratulations to Bryant Rascal, KG5HVO. We'll do this all over again next August. For Amateur Radio Newsline, I'm Don Wilbanks, AE5DW. With thanks to Allen Labs, Amateur News Weekly, AMSAT, ARIS, the ARRL, Carver Watchburn W2TFM/AAA2RD, CQ Magazine, CNN, DXWorld.net, Facebook, The Guardian, Hap Holly and the Rain Report, the IARU, Irish Radio Transmitter Society, National Institute of Standards and Technology, Ohio Penn DX Bulletin, QST Magazine, Southgate Amateur Radio News, Ted Randall's QSO Radio Show, The Times of India, Wireless Institute of Australia, WTWW Shortwave, and your listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website at www.arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Neil Rapp, WB9VPG in Bloomington, Indiana, saying 7-3, and as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2018. All rights reserved. Plane Tales is a feature of the Airline Pilot Guy podcast, which you can find on airlinepilotguy.com. I've been looking for a suitable opportunity to tackle the subject of what is without doubt one of the most iconic, long-serving, and remarkable military aircraft ever conceived. But after meeting it in person whilst flying the Phantom, and more recently at Wings Over Pittsburgh, a quick glance at this day in aviation gave me the perfect excuse. As I write this, the date is the 21st of May 2017, and I'm looking at an image of Life magazine from back in 1956, which has the face of Major David Critchlow gracing the cover, as he looked out of the open cockpit window of his B-52B Stratofortress, named Barbara Grace, after both his wife and his mother. He had just completed a mission to drop the second test weapon of Operation Red Wing. The weapon in question was the TX-15X-1 two-stage radiation implosion thermonuclear bomb, weighing 6,867 pounds, a little over 3 metric tons. Getting airborne from the Marshall Islands, the crew consisted of 4 majors, a colonel observing, a lieutenant in charge of timing, and a sergeant who presumably made the tea when he wasn't fixing the radar. This drop was to be a demonstration to the world that the USA could air-deliver multi-megaton yield thermonuclear weapons using the B-52 and was the first airdrop on Bikini Atoll.
Everything was set up with the instrumentation surrounding the huge target marked on the ground of Namu Island for Mission Red Wing Cherokee to drop its airburst weapon. Amongst those monitoring the test was Airman First Class Jackson Kilgore. This man was about to receive a serious reprimand. Why, you may ask? Well, very unfortunately, despite the seniority of the personnel involved, the crew, flying in at 50,000 feet, misidentified their targeting beacon for an observation facility on a different island. The bomb missed Namu Island by 4 miles, detonating at 4,350 feet over the open ocean to the northeast. As a consequence, most of the test data was lost, a fact that Airman First Class Kilgore revealed to the world, resulting in some extremely embarrassed Air Force generals and an impressive chastising for the airmen. The B-52, commonly known as the Buff, which starts as Big Ugly Fat and ends with an expletive, started life in the loving hands of a Boeing engineering team, consisting of George Shire, Art Carlson, and Vaughn Blumenthal. They were in Dayton, Ohio, presenting the latest turboprop bomber proposal to the Air Force Chief of Bomber Development. Disappointed with the design, the team were asked if they could come up with a proposal for a four-engine turbojet bomber. By chance, Boeing's Ed Wells and two other top engineers were in town, and over the weekend they worked on what was essentially a new aircraft. The new design was basically a B-47 strutter jet with 35-degree swept wings, 8 engines paired in 4 pods, and a bicycle undercarriage with the ability to pivot by at least 20 degrees to aid in crosswind landings and outrigger wingtip wheels. With the team working on weight and performance data, Shire rushed out to a hobby shop for materials to build a model, and Wells, also a skilled artist, provided a complete set of aircraft drawings. On Sunday, a stenographer was hired to type out the proposal, and first thing on Monday morning, the Air Force was presented with a neatly bound 33-page proposal and a 14-inch scale model. After some design changes, which included a side-by-side cockpit rather than the original tandem seating, Boeing was awarded the contract for 13 B-52As. The YB-52 first flew on the 15th of April, 1952, with Tex Johnson as the pilot. Unlike his flying of the Boeing 707 prototype, which included barrel rolling it, Johnson kept things smooth and steady, and the resulting test flights went very well. The Air Force soon upped their order to 282 aircraft. Only a few B-52As were built, all of which were used by Boeing for testing. The contract was updated to a new specification, and the next 10 became B-52Bs. On the rollout ceremony in March 1954, the Air Force Chief of Staff said, "The long rifle was the great weapon of its day. Today, this B-52 is the long rifle of the air age." For those not familiar with this remarkable leviathan of the air, the Stratofortress stands over 40 feet tall and nearly 160 feet in length with a span of 185 feet. Its maximum takeoff weight is 488,000 pounds or nearly 220 metric tons. It has a range of well over 7,000 nautical miles and can reach 50,000 feet. It began with a crew of 6, the two pilots up front, with the radar bombardier and navigator facing forwards behind and below them. The electronic warfare officer is on the same level as the pilots, but well behind and facing backwards, with the lonely rear gunner initially positioned with his 4
.50 Brownings in the rear of the aircraft. The only man without an ejector seat. Later versions automated these rear guns and moved the relieved gunner to a bang seat next to the EWO. The Brownings were replaced by the stupendous M61 Vulcan cannon, and finally in 1991 the tail gun was removed entirely. Over the next 7 years, a multitude of versions were to be built from A to H, and the order increased from the initial 282 airframes to 744, with the last B-52H being delivered in October 1962. The rapid level of modification saw the aircraft transformed in capability, range, power, and performance. Its operational roles were expanded to include reconnaissance, heavy loads of conventional bombs, updated avionics, bombing and navigational equipment, and external fuel tanks. Pratt & Whitney J57P43W turbojets were installed and fitted with water injection. Its weapon-carrying capability has been modified throughout its life to encompass the most modern of systems. All in all, the Buff has turned out to be a most flexible war machine, reflected by its remarkably long life. Early in its existence, the Stratofortress had its share of problems. The split-level crew compartment meant that to keep the pilots cool in direct sunlight, the rear crew, near the ice-cold floor, froze. The fuel system was prone to leaks and freezing, the J-57 engines were unreliable, and an alternator failure caused the first crash. However, it set records too. Four B-52Bs and four Cs flew non-stop around the perimeter of North America, some 13,500 nautical miles, in 31 hours 30 minutes. And then three B-52Bs flew non-stop around the world, 21,145 nautical miles, in 45 hours 19 minutes. For such a blunt aircraft, it even set a world speed record of 519 knots over a closed 2,700 nautical mile circuit. It also set unrefueled distance records of 10,895 nautical miles. Operationally, the aircraft also proved to be a very capable machine. Throughout the Cold War, the B-52 performed airborne patrols, loitering at high altitude near the borders of the Soviet Union to provide a rapid first strike or retaliation force. With the advent of accurate high-altitude anti-aircraft missile systems, the Stratofortress proved equally capable of a low-altitude role. During the Vietnam War, B-52s were fitted with external bomb racks, allowing the carrying of 24 750-pound bombs. Later, the internal bomb bay was modified to carry an additional 84 500-pound bombs, increasing the total capacity to 108 bombs. These missions were initially flown from Guam, necessitating a 12-hour round trip. Operating in the hostile environment of North Vietnam gave rise to losses, and in total 31 Buffs were lost. However, their tail gunners accounted for three MiG-21 fishbeds. B-52 strikes were also an important part of Operation Desert Storm, when a flight completed a 35-hour mission from Louisiana and back to hit targets in Iraq. This attack opened the coalition offensive, firing 35 cruise missiles and destroying 85-95% of their targets. Conventional attacks were also performed by a flight of three, which dropped a total of 459 750-pound bombs in a 1.5 square mile area, so demoralizing the Iraqi troops that many immediately surrendered. During the conflict, the B-52s flew 1,620 sorties, delivering 40% of the weapons dropped by the coalition. The only damage done during this conflict was when a HARM anti-radiation missile
from the coalition side, apparently homed onto a B-52's tail gun radar. This jet was subsequently renamed In Harm's Way. This was the incident which led to the removal of the BAF's rear gun. More recent conflicts in Afghanistan have also employed the Stratofortress's flexibility. Its ability to loiter and deliver precision weapons let it be used in the close air support role, in addition to conventional bombing. Operation Iraqi Freedom also saw the BAF employed delivering cruise missiles. Indeed, it proved to have the highest mission-capable rate of the three heavy bombers available at 80%, whilst the B-1 only achieved 53% and the B-2 30%. Not all of the B-52's missions have proven to be quite so successful, however. In 1961, a B-52G from a base near Goldsboro, North Carolina, was airborne with a pair of Mark 39 nuclear bombs. At around midnight, it hooked up with the tanker to commence air-to-air refueling. During the procedure, the tanker crew spotted a fuel leak from the Stratofortress's right wing. They aborted the refuel and took up a holding pattern off the coast to burn off fuel before landing. On getting to his holding position, the commander noticed that the leak had worsened, and in the previous 3 minutes he had lost 17,000 pounds of fuel. He was immediately ordered to return to the Seymour Johnson Air Force Base near Goldsboro. As the pilots descended the aircraft through 10,000 feet on their approach, the uneven weight of the fuel in only one wing became too much to cope with, and they lost control. The order to eject was given, and most of the crew bailed out successfully, even the third pilot, who had to manually climb out of a hatch. Unfortunately, two died in the crash. When they abandoned the aircraft, it was still intact, but it broke apart before impact, releasing both the nuclear weapons from the bomb bay at about 2,000 feet. The first weapon commenced its arming sequence, with three of the four arming devices activating, including the parachute deployment. When it was found with its parachute gracefully draped over a tree, Lieutenant Jack Revell, the bomb disposal expert responsible for disarming the device, stated that the arm safe switch was still in the safe position, although it had completed the rest of the arming sequence. The second bomb fell straight to earth at around 700 miles an hour, burying itself in a meadow and disintegrating. Although it, too, had completed most of its arming sequence, a low-voltage switch had prevented it from fully arming. In 2013, Revell recalled the moment the second bomb switch was found. "Until my death, I will never forget hearing my sergeant say, 'Lieutenant, we found the arm safe switch.' And I said, 'Great.' He said, 'Not great. It's on arm.'" Revell claimed that "we came damn close to a nuclear detonation that would have completely changed much of eastern North Carolina." He also said the size of each bomb was more than 250 times the destructive power of the Hiroshima bomb. In a now declassified 1969 report entitled Goldsboro Revisited, written by Parker Jones, a supervisor of nuclear safety at Sandia National Laboratories, said, "One simple dynamo technology low voltage switch stood between the United States and a major catastrophe." Evacuation of the second bomb was abandoned as a result of uncontrollable groundwater flooding. Most of the thermonuclear stage containing uranium and plutonium was left in place, but the pit, or core of the bomb, had been dislodged and was removed. The United States Army Corps of Engineers purchased a 400 feet circular plot of the land over the buried components. A visit to Eureka,
a town 3 miles from the incident, will reveal a commemorative sign titled Nuclear Mishap, which tells how widespread nuclear disaster was averted. The B-52 is not an aircraft that is quietly moving into the historic footnotes. It is an important part of the US Air Force's inventory, and for an aircraft conceived in a weekend, it has been an unrivaled success and a credit to its manufacturer, Boeing. Captain David Swoop Welsh flies the B-52 Stratofortress, as did his father, who flew combat missions in it over Vietnam, and his grandfather, who was trained to drop nuclear bombs from it in the Cold War. Having started its operational life in 1955, as of 2015, 58 were still in active service, with 18 in reserve. The aircraft celebrated 60 years of service with its original operator in 2015. Hallo liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 34 des Deutschen Amateurradioclubs für die 34. Kalenderwoche 2018. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Wir beginnen mit einem Beitrag zum Thema EMVG. Radioszene.de berichtet über die kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Trauer um Ehrenmitglied Eberhard Warnecke, Delta Juliet 8 Oscar Tango. Dann gab es eine goldene DARC-Ehrennadel für Wolfgang Klein, Delta Delta 1 Whiskey Sierra, die 42. Tokyo Ham Fair vom 25. bis 26. August. Ebenfalls an diesem Wochenende die 50. deutsch-niederländischen Amateurfunktage in Bad Bentheim vom 23. bis 26. August. Erfolgreiche Millimeterwellen der Expedition deutscher Funkamateure an der Irischen See. Dann haben wir aktuelle Conteste im Programm und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. EMVG, Radioszene.de berichtet über die kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Radioszene.de, das Insider-Magazin für Radiomacher, hat wegen der kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke zum Thema Schutz der Ressource elektromagnetische Umgebung einen lesenswerten Beitrag im Internet veröffentlicht. Bereits in der Vergangenheit hat das Internetmagazin wiederholt über die Störungen im Rundfunk- und Funkbereich berichtet und dabei auch DARC-Vorstandsmitglied Christian Enz-Fellner, Delta Lima 3 Mike Bravo Golf, zur Thematik ausführlich zitiert. Unter dem Titel Frequenzstörung durch Billigelektronik, Anfrage der Linke im Bundestag, informiert das Magazin über die insgesamt 21 Punkte der kleinen Anfrage, mit der von der Bundesregierung Antworten über den Zustand unserer elektromagnetischen Umgebung erwartet werden. Federführend ist hierbei Ralf Lenkert, umweltpolitischer Sprecher und Sprecher für Forschungs- und Technologiepolitik für Die Linke im Bundestag, der sich bereits mehrfach gegen Funkstörungen engagiert hat. So betonte er in der Bundestagssitzung vom 29. September 2016 unter dem Tagesordnungspunkt 17 elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln die Wichtigkeit eines konsequent durchgeführten Funkschutzes für den Amateurfunkdienst und Rundfunkdienste und rief dazu auf, den fehlerhaften Entwurf des EMVG 2016 nicht anzunehmen, sondern nachzubessern. Den Beitrag des Branchendienstes für Radiomacher finden Sie ebenso wie die kleine Anfrage der Fraktion Die Linke als Drucksache Nummer 19-3641 vom 31. Juli 2018 im Internet. Trauer um Ehrenmitglied Eberhard Warnecke, Delta Juliet 8 Oscar Tango. Unser Ehrenmitglied und engagierter Funkamateur Eberhard Warnecke, DJ8OT, ist am 19. August gestorben. Er wurde 82 Jahre alt. Amateurfunk war sein Leben, die Diplome seine große Leidenschaft. Im In- und Ausland war er mit seinen Rufzeichen und seiner stets freundlichen und zuvorkommenden Art bekannt, beliebt und geschätzt. Ihm lag sehr viel an der Völkerverständigung, insbesondere die enge Beziehung zu Israel, und 4 X-Ray 1 Alpha Tango ließ ihn Grenzen überwinden. Dafür wurde er auch im Jahr 2001 ausgezeichnet. Für seine Verdienste um das Allgemeinwohl und sein weltweites Engagement
Engagement als Funkamateur hat Bundespräsident Johannes Rau ihm das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland verliehen. DARC-Vorstandsmitglied Hans-Jörg Unglaub, DL4EBK, würdigte damals den Beitrag Eberhards zur Aussöhnung von Deutschen und Israelis und sein Engagement in der internationalen Diplom-Interessengruppe der Funkamateure. Seit 1969 war er bei der DIG in der Redaktion und als Sprecher der über 1500 DIG-Rundsprüche engagiert. Er gilt als einer der Gründungsväter der DIG und hat das Zepter nach mehr als 4 Jahrzehnten ehrenamtlichen Einsatzes Ende 2009 an seinen Nachfolger übergeben. In der DIG galt er als Herz, Seele und Monitor, der sich für sein Lebenswerk unermüdlich einsetzte. Für einen Funkamateur wie ihn gilt das Aufgehobensein in einer großen Gemeinschaft mehr als die offizielle Anerkennung. Aber auch ihr ist Eberhard würdig, beschreibt die DIG das Lebenswerk Warnekes auf den eigenen Seiten. In seinem Verband der Funkamateure, unserem DARC e.V., hatte DJ8OT viele Ämter inne. Ortsverbandsvorsitzender von Fellbert, Romeo 15 von 1963 bis 1973, Distriktsvorsitzender von Nordrhein, Distrikt Romeo in den Jahren 1976 bis 86 und 1996 bis 98, 10 Jahre Stellvertreter, über 20 Jahre Verbindungsbeauftragter zur Oberpostdirektion, zum BAPT, zur RECTP bzw. Bundesnetzagentur, Mitarbeiter im DX-Referat in den Jahren 1990 bis 2007 und Autor für die Diplomseiten in der CQDL in den Jahren 1992 bis 2009. Auf vielen Veranstaltungen traf man ihn an der Seite seiner Frau Hannelore Delta Hotel 5 Juliet Romeo. Bereits 1968 erhielt er die goldene Ehrennadel des DARC e.V. und wurde für seine Verdienste um den Amateurfunk in Deutschland im Juli 2008 zum Ehrenmitglied ernannt. Eberhard Warnecke, DJ8OT, war ein Funkamateur, der sehr viel bewegte und einen großen Beitrag für die Gemeinschaft der Funkamateure weltweit leistete. Er wird uns sehr fehlen. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Hannelore, Delta Hotel 5 Juliet Romeo und seinen Angehörigen. Das schreibt für den DARC e.V. der erste Vorsitzende Steffen Schöppe, Delta Lima 7, Alpha Tango Echo. Goldene DARC-Ehrennadel für Wolfgang Klein, Delta Delta 1 Whisky Kilo Sierra. Wolfgang Klein, DD1 WKS, wurde auf dem Sommerfest des Ortsverbandes Merzig, Quebec 04, in Bietzen die goldene Ehrennadel des DARC e.V. verliehen. Der Distriktsvorsitzende Saar, Distrikt Quebec, Eugen Dupré, DK8VR, nutzte Anfang August die Gelegenheit, um DD1 WKS für seine Verdienste um den DARC und den Amateurfunk zu ehren. Wolfgang Klein, seit 41 Jahren Mitglied im DARC, bekleidete viele Ehrenämter im Ortsverband Schwarzwälder Hochwald, Quebec 21, bei dessen Gründung er auch anwesend war. Seit knapp 10 Jahren ist er dort auch der Vorsitzende. Neben vielen Workshops, die OV-übergreifend Interessenten weiterbildeten, ist Wolfgang ebenfalls eine der Säulen der Jugendarbeit im Distrikt. Neben Jugendfield Days und Jamboree on the Air stehen ISS-Schulfunkverbindungen wie auch Ballonstarts im Mittelpunkt seiner Interessen. Die goldene Ehrennadel ist die höchste sichtbare Auszeichnung des DARC e.V. Sie wird an Mitglieder und Nichtmitglieder verliehen, die sich um den DARC e.V. und den Amateurfunk besonders verdient gemacht haben. Weitere Informationen zu den Ehrungen finden Sie im Internet. 42. Tokyo Hem Fair vom 25. bis 26. August. Unter dem Motto SNS of Voice, See you on Amateur Radio, findet die 42. Tokyo Hem Fair am letzten Augustwochenende vom 25. bis 26. August im Ausstellungszentrum Tokyo Big Sight Ariake in Tokio, Japan statt. Veranstalter der japanischen Amateurfunkmesse ist die Japan Amateur Radio League, kurz JARL. Die Tokyo Hem Fair ist einer der 3 großen Amateurfunkmessen und verzeichnete im vergangenen Jahr 39.000 Besucher. Anreise zur Messe vom Flughafen Narita führt die einstündige Schnellzugverbindung NX zum Hauptbahnhof Tokio. Hier nimmt man die MRT-Linie, also die U-Bahn, die Linie M wie Mike, und steigt an der Haltestelle Shimbashi in die Linie U.
Uniform um. Die nächstgelegene Haltestelle am Messegelände ist Kokusai Tenjiju Simon. Beschriftungen in der Öffentlichkeit sind zweisprachig ausgeführt in Englisch und Japanisch. Weitere Infos finden Sie im Internet. 50. DNAT in Bad Bentheim vom 23. bis 26. August. In diesem Jahr finden die deutsch-niederländischen Amateurfunkertage DNAT in Bad Bentheim vom 23. bis 26. August statt. Besucher melden sich am Donnerstag und Freitag in der Gaststätte Grafschafter Stube in der Schlossstraße Nummer 16 und am Samstag an der Kasse der Geräteausstellung am Flohmarkt am Schürkamp sowie auf den Campingplätzen an, um die DNAT-Tagungsplakette zu erhalten. Mit der Plakette haben Besucher Zutritt zu allen DNAT-Veranstaltungen und können die DNAT-Minibusse kostenfrei nutzen. Bei den Fahrern der Minibusse sind die Tagungsplaketten ebenfalls erhältlich. Programm: Am Donnerstagabend findet ab 20 Uhr im Hotel Berkemeier in der Gildehauser Straße Nummer 18 ein erstes Treffen mit Rückblick auf die vergangenen Veranstaltungen statt. Für Camper stehen der DNAT-Campingplatz am Badepark zum Freizeitpark Nummer 1 in Bad Bentheim und der DARC-Platz an der Freilichtbühne, Nummer 1, zur Verfügung. Am Freitag läuft von 14 bis 16 Uhr der Anreisemobilwettbewerb der Veron. Offiziell werden die 50. DNAT durch den Schirmherren der DNAT von Herrn Landrat Friedrich Käthorn um 15 Uhr in der Schlosskirche eröffnet. Ab 20 Uhr trifft man sich auf dem DNAT-Campingplatz zum Begrüßungsabend. Dort können Kinder an einer Abendfuchsjagd mit anschließendem Pfannkuchenessen teilnehmen. Am Samstag öffnet um 8.30 Uhr die Hembörse auf dem Schulgelände am Schürkamp. Während des Lohmarktes kann der Besucher sich auf dem Gelände Vorträge aus verschiedenen Themengebieten des Amateurfunks anhören und mitdiskutieren. Ab 10 Uhr wird dort auch erstmalig eine DOK-Börse angeboten. Gegen 11 Uhr treffen sich die Mitglieder der QCWA bzw. OOTC in der Gaststätte Grafschafter Stuben. Um 13 Uhr startet die Fuchsjagd des Distriktes Westfalen Nord. Die EUDXF trifft sich um 13 Uhr im Hotel Berkemeier in der Gildehauser Straße Nummer 18. Der DASD kommt um 14 Uhr im Bentheimer Hof im Bahnhof Nord zusammen. Anschließend findet das Treffen der DIG um 16 Uhr ebenfalls im Bentheimer Hof in Bad Bentheim statt. Um 15 Uhr hält der VfDB Ortsverband Zulu 60 traditionell seine Jahreshauptversammlung in den Grafschafter Stuben ab. Auf dem DNAT-Campingplatz am Badepark zum Freizeitpark Nummer 1 kann man ab 19 Uhr in einem großen Zelt den festlichen Abend mit Buffet und Musik besuchen. Einlass ist ab 18 Uhr. Anmeldung hierfür bitte vorab auf dem Campingplatz selbst oder bei der Anmeldung, sonst sind nicht ausreichend Getränke und Essen vorhanden. Während der gesamten DNAT ist der Ortsverband Ammerland, India 01, mit seiner Clubstation am bekannten Standort im Schlosspark, QRV, und zeigt für Interessierte in einem Aktionszelt ATV digitale Betriebsarten, also JT65, FT8, PSK und so weiter, sowie SDR mit RTL-Stick. Am Sonntag um 12 Uhr ist wieder das gemeinsame Brathähnchenessen auf dem DNAT-Campingplatz angesagt. Dann heißt es langsam Abschied nehmen mit dem Abreisekontest der VRZA. Das ist die Vereinigung Fun Radio Cent Amateurs, ein weiterer Amateurfunkverband in den Niederlanden. Den Abschluss der Veranstaltung bildet die Winke-Winke-Party am Sonntagabend um 20 Uhr im Hotel Berkemeier. Über eventuelle Programmänderungen werden die Besucher in der Anmeldung auf den Campingplätzen bzw. unter www.dnat.de informiert. Eine gute und sichere Anreise wünscht die DNAT-Mannschaft. Ein Hinweis noch für Benutzer von Navis: Alle Straßennamen beziehen sich auf den Ort 48455 Bad Bentheim. Die Veranstalter freuen sich über viele Besucher. Darüber berichten Volker DL9 OBK und Bernd DK1 HI.
Erfolgreiche Millimeterwellen der Expedition deutscher Funkamateure an der Irischen See. Nach den Millimeterwellen der Expeditionen der vergangenen Jahre an der Ostsee im Jahr 2016 sowie am Ärmelkanal im Jahr 2017 brachen auch in diesem Jahr deutsche Funkamateure zu einer Gigahertz-Aktivität an die Irische See auf. Bei der Aktion vom 7. bis 15. August kamen mehrere hundert Funkverbindungen auf den Bändern zwischen 10 und 76 Gigahertz zustande. Mitbeteiligt war unter anderem auch der Distriktsvorsitzende Thüringen, Distrikt X-Ray, Roland Becker, DK4RC. Er schrieb in einem E-Mail an die Redaktion, Zitat, unsere Millimeterwellen der Expeditionen der letzten Jahre hatten alle Beteiligten sehr viel Freude bereitet. Am Abend nach der letzten Gigahertz-Tagung in Dorsten haben wir uns für dieses Jahr eine Aktivierung der DXCC-Gebiete an der Irischen See vorgenommen. Warum gerade dieses Gebiet? Obwohl in dieser Gegend das durchschnittliche Wetter für Gigahertz-Aktivitäten nicht besonders gut ist, gab es für uns zwei entscheidende Gründe. Erstens kann man 6 verschiedene Länder bereisen und miteinander funken, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch auf den Bändern oberhalb von 10 Gigahertz. Zweitens werden sich im kommenden Jahr, das heißt nach dem Brexit, die Reisebedingungen für die EU-Bürger sicherlich nicht verbessern. Unsere Expedition begann am 7. August mit der Anreise der Teilnehmer in den einzelnen Ländern per PKW und Fähre bzw. Flugzeug und endete am 15. August mit der Rückreise der Eco India Golf India Gruppe von Irland über Frankreich nach Deutschland. Wir haben in Summe mehrere 100 Funkverbindungen auf den Gigahertz-Bändern von 10 bis 76 Gigahertz zustande gebracht, viele QSOs weit über 100 Kilometern sowie auch mehrere länderübergreifende Verbindungen auf 122 Gigahertz und auf 660 Nanometer. Von den angesprochenen DL-Funkamateuren, welche auf diesen Bändern aktiv sind, haben letztlich folgende an dieser D-Expedition teilgenommen. In England und Wales waren Martina, DF3TS, Thomas, DC8TM und Horst, DL4SBK, QAV. In Schottland Michael, DB6NT und Matthias, DK5NJ. In Irland und Nordirland Henning, DF9IC und Gerd, DG8EB. In Golf Delta Thomas, Delta Charlie 7 Yankee Sierra und Roland DK4RC. Es haben sich auch in diesem Jahr wieder ortsansässige Funkamateure erfolgreich beteiligt. Einige Funkverbindungen, speziell auf den Frequenzen oberhalb von 24 GHz, sind mit Sicherheit Länder-Erstverbindungen. Soweit DK4RC in einem E-Mail an die Redaktion. In der nächsten CQDL wird es einen Nachbericht zu dieser D-Expedition geben. Darin wird das Team über die erreichten Ergebnisse, über technische Details, die erreichten Länder-Erstverbindungen und über einige interessante Erlebnisse auf der Isle of Man in Irland, Nordirland, Schottland, England und Wales berichten. Aktuelle Conteste. An diesem Wochenende läuft am 25. August der gemeinsame Contest der DARC-Distrikte Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Das ist der HSW-Contest. Außerdem das gesamte Wochenende hindurch, 25. 26. August, in Rumänien der Yankee Oscar DX Contest und der SCC RTTY Championship. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL Ausgabe 8 2018 auf Seite 54. Der Funkwetterbericht vom 21. August, erstellt wie immer von Hartmut Büttig, DL1 VDL. Zunächst der Rückblick vom 14. bis 20. August. Der solare Flux lag unter 70 Fluxeinheiten, obwohl im Berichtszeitraum immer ein Sonnenfleck präsent war. Die Ablösung eines Filaments aus der Sonnenkorona am 19. August war nicht geoeffektiv und bewirkte deshalb keinen Energieschub für die Ionosphäre. Die Kurzwellenausbreitung war wieder nur von der ständig wechselnden Intensität des Sonnenwindes abhängig. Dieser wehte mit Geschwindigkeiten zwischen 285 und 694 Kilometern pro Sekunde. Wir bemerken es am Fading. Auf 40 und 30 Meter schwanken die Signale manchmal über 4 S-Stufen während einer Funkverbindung.
Immer dann, wenn der Sonnenwind die BZ-Vektorkomponente des interplanetarischen Magnetfeldes zu höheren negativen Werten hin auszulenken begann, gab es gute DX-Bedingungen auf den unteren Bändern. Das war beispielsweise am Abend des 20. August der Fall. Hier noch ein paar Erläuterungen zur BZ-Komponente des interplanetarischen Magnetfeldes IMF. Der BZ-Wert gibt an, ob die Feldlinien des EMF entgegen oder mit den Feldlinien der Erde verlaufen. Je stärker das IMF nach Süden ausgerichtet ist, also je niedriger oder negativer der Wert von BZ ist, desto besser können die Solaren mit den irdischen Magnetfeldlinien in Wechselwirkung treten und desto leichter können Teilchen des Sonnenwindes zur irdischen Atmosphäre vordringen und diese stören. Die oberen Bänder profitierten etwas von der sporadischen E-Schicht. Insgesamt waren die DX-Bedingungen auf den Bändern über 10 MHz schlechter als in der Vorwoche. Die unteren Bänder öffneten gut in den Dämmerungsstunden. Auf 160 Meter konnte man am 20. August Stationen aus Asien arbeiten. Vorhersage bis zum 28. August. Die Sonnenaktivität ist unverändert ruhig. Die Fluxwerte bleiben voraussichtlich unter 70 solaren Fluxeinheiten. Das koronale Loch CH881 beeinflusst bis zum 25. August unser Funkwetter, indem das geomagnetische Feld zwischen ruhig, geomagnetischer Index K gleich 1 und aktiv K zwischen 3 und 4 schwankt. Die Zeiten mit guten Ausbreitungsbedingungen findet man durch Aktivität auf den Bändern und durch Abhören der Barken. Die DX-Bedingungen auf den Bändern 160 bis 30 Meter werden durch die länger werdenden Dämmerungszeiten immer günstiger. Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 18.57 Uhr, in Ostaustralien um 20.58 Uhr, in Westaustralien um 22.47 Uhr. In Singapur geht die Sonne auf um 23 Uhr und 3 Minuten Weltzeit, in Japan um 20 Uhr 3, auf Hawaii um 16 Uhr 11. In Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne auf um 14.20 Uhr UTC, in Johannesburg in Südafrika um 4.31 Uhr, an der USA-Westküste in Kalifornien um 13.30 Uhr, auf den Falklandinseln um 10.58 Uhr und in Berlin in Deutschland geht die Sonne um 3.58 Uhr Weltzeit auf. Sonnenuntergang USA-Ostküste 23.45 Uhr, USA-Westküste 2.55 Uhr. In Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 20.52 Uhr UTC. Auf den Falklandinseln um 21.03 Uhr. Auf Hawaii um 4.56 Uhr. In Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne unter um 5.37 Uhr UTC. In Johannesburg in Südafrika um 15.50 Uhr. In Neuseeland um 5.51 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 18.20 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschlandrundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte auch diesmal wieder mein Kollege Thorsten Schmidt, DO1DAA, vom Amateurfunkmagazin CQDL. Wenn Sie Meldungen für den Deutschlandrundspruch haben, Infos oder Beiträge mit bundesweiter Relevanz, dann schicken Sie Ihre Beiträge gerne per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail, bitte ausschließlich an die Adresse redaktion@darc.de. Diesen Rundspruch gibt es auch als PDF und MP3-Datei auf der DARC-Webseite, in Packet Radio unter der Rubrik DARC sowie per E-Mail-Abonnement. Über die DARC-Webseite können Sie sich dazu jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie dazu Ihre Mitgliedsnummer und Ihr Passwort stets griffbereit auf. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. Und an alle Macias 88. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.